voorzitter. Nu terug naar het onderwerp van de mondelinge vragen. Het is met geen pen te beschrijven wat er afgelopen weekend is gebeurd ten aanzien van de inmiddels oud-secretaris, staatssecretaris mevrouw Keizer. Eindelijk stond er iemand uit het kabinet op die publiekelijk de waarheid sprak over dat vreselijke coronatoegangsbewijs en nee zei tegen het wanbeleid van minister Hugo de Jonge. Mevrouw Keizer vond invoering van die pas als lid van het kabinet, maar ook als CDA'er, niet uit te leggen. En ze had daar ook hele goede reden voor. Redenen die ook wij hier vaak gebruikt hebben. Zoals het feit dat al meer dan 85% van de mensen in Nederland is gevaccineerd. Dat er nauwelijks nog mensen met corona op de IC's liggen. Dat we geen samenleving willen waar een tweedeling ontstaat tussen mensen met en mensen zonder een QR-code. En het is ook niet uit te leggen dat je in de winkels zonder bewijs mag winkelen, maar als je daarna samen wat gaat drinken, je ineens een coronatoegangsbewijs nodig hebt. En inderdaad, de horeca, de evenementenbranche moeten terug naar het oude normaal, zoals heel Nederland terug moet naar het oude normaal. Voorzitter, de conclusie is dat Mona Keizer niets dan de waarheid sprak. En in plaats dat er naar haar argumenten werd geluisterd, of dat op zijn minst een gezond tegengeluid werd gekoesterd, werd ze binnen een paar uur op straat geschopt. Ontslagen door Rutte. Ongetwijfeld nadat haar partijgenoot Hugo de Jonge om haar politieke nek had gevraagd. Tot zover de nieuwe bestuurscultuur. En mijn vraag aan premier Rutte is, waarom heeft u dit gedaan en waarom stapt u samen met de heer de Jonge zelf niet op? Dank u wel. Het woord is aan de minister-president. Kunnen we iets hoger? Ja, punt. Ja, dank voorzitter en dank uiteraard aan Geert Wilders voor de gestelde vraag. Misschien eerst iets over het kabinetsbeleid. We hebben daar natuurlijk lange debatten over gevoerd. Er ligt een advies van het Outbreak Management Team, wat absoluut tot de conclusie heeft geleid bij het kabinet dat de maatregelen zoals die afgelopen zaterdag zijn ingegaan noodzakelijk zijn. Dat betekent wel een vergaande verruiming, maar met een veel bredere inzet van het coronatoegangsbewijs. Daar is ook per implicatie door een meerderheid van de Kamer steun aangegeven, eigenlijk doordat een motie van Geert Wilders, voorzitter, en ook anderen ingediend, niet is aangenomen. Die motie voorzag erin dat het verplichte toegangsbewijs niet zou worden ingevoerd. Die motie is verworpen. Dus ook bij implicatie heeft de Kamer goedkeuring gegeven aan het beleid. En nogmaals, dat vindt zijn basis in het laatste advies van het Outbreak Management Team en de absolute noodzaak om bij het loslaten van de anderhalve meter wel deze maatregel te nemen. Liefst zo kort mogelijk. En we gaan natuurlijk heel goed de cijfers bekijken en hopen op enig moment natuurlijk ook verdere verruimingen mogelijk te maken. Dat ten aanzien van het beleid. Dan ten aanzien van Mona Keizer. Ik vind het echt verschrikkelijk hoe het allemaal gelopen is. Ik vind in algemene zin dat er echt wel enige ruimte mag zijn, ook voor leden van het kabinet, om als dat heel rustig gaat ook eens te zeggen, joh, er zijn ook nog wel kleurschakeringen in de kabinetsdiscussies. Dat is allemaal geen ramp, we hoeven het allemaal niet te precies in te zijn, maar dit ging echt veel verder. Haar uitspraken gingen niet zozeer over het toekomstige kabinetsbeleid, maar gingen echt over het bestaande kabinetsbeleid. In vrij stevige bewoordingen, waaronder dat het beleid eigenlijk niet logisch is uit te leggen, zei ze. Ook nog op de dag dat de maatregelen ingingen. En dat heeft geleid bij mij en collega's tot de conclusie dat het niet mogelijk was om op die manier met haar in het kabinet door te gaan. En dat heeft geleid tot de afwikkeling zoals afgelopen zaterdag. En dat vind ik verschrikkelijk, want ik ben niet alleen persoonlijk op haar gesteld, maar ook als collega. Maar dit was echt een groot probleem wat ontstaan was, wat niet anders kon dan leiden, vond ik, tot haar vertrek uit het kabinet. De heer Wilders. Ja, voorzitter, wat een ontzettende rotsmoes. Het paste niet in het kabinetsbeleid, suggererende dat het een strijd zou zijn met de eenheid van het kabinetsbeleid. Voorzitter, als het kabinet, dit demissionaire kabinet, iets niet is, dan is het wel dat het een eenheid is of dat het een consistent beleid heeft. Het kabinet, mevrouw de voorzitter, valt inmiddels van rottigheid uit elkaar. De helft van uw bewindslieden, meneer de premier, is vertrokken. Of ze zijn afgetreden wegens leugens of bedrog, of ze zijn weggestuurd wegens falende beleid, of ze zijn opgestapt omdat ze meestal VVD als hun zakken zijn gaan vullen in het bedrijfsleven. Mevrouw de voorzitter, bijna alle ratten hebben het Rutte-schip inmiddels verlaten,
op de heer Rutte zelf na. Want voor hem geldt natuurlijk als enige het adagium: hoe meer leugens, hoe meer plezier en hoe lekkerder het plus zit. Maar één ding, voorzitter, dat is nu wel weer gebleken. Eén ding mag je niet doen. En dat is de premier publiekelijk tegenspreken. En je mag zeker niet de waarheid van hem spreken. Dat is een doodzonde. Als je dat doet, dan tekent de koning nog dezelfde dag je ontslagbrief. Meneer Rutte, ik heb het vorige week al gezegd, u lijkt wel de leider van een nieuw soort DDR. De democratische dictatuur Rutte. Afwijken van uw mening leidt altijd tot ontslag. En dat is schandalig, want de coronacrisis is voorbij. Zowel de ziekenhuis als de IC-opnames liggen inmiddels ver onder de signaalwaarde die het kabinet zelf hanteert als grondslag voor de coronatoegangsbewijzen. De RIVM-cijfers van vandaag laten dat zien. En ze dan in demissionaire status toch invoeren is onnodig, asociaal en illegaal. En als je dat tegen als lid van het kabinet verzet, verdien je geen ontslag, maar een compliment. En huil geen krokodillentranen. Zeg niet dat u het erg vindt, want u heeft het zelf gedaan. Voorzitter, ik concludeer, want mijn tijd is bijna om. De verkeerde persoon is ontslagen. Want ik vermoed dat heel veel Nederlanders het met mij eens zijn. Als ik zeg, liever een staatssecretaris die de waarheid spreekt dan een premier die liegt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wilders. Ik geef nog even het woord aan de minister-president en dan zijn er een aantal vervolgvragen. Ja, voorzitter. De heer Wilders voert het debat zoals we van hem weten. En dat is met enige stemverheffing en met de megafoon en een plezierige aanwezigheid voor nuancering. Toch nog even. Ik ben blij dat in ieder geval in die afkorting die hij gebruikt ook het woord democratie zit. Dus daar moet ik me dan maar gelukkig mee prijzen. Maar toch terug naar de feiten. En dat is dat er het risico bestaat dat als wij het beleid niet verstandig vormgeven, dat dat kan leiden tot nog eens tussen de begin 2000 en midden 3000 extra opnames op de intensive care. En het risico bestaat dat dat in een te korte tijd gebeurt. Dat heeft te maken met het feit dat nog zo'n 1,8 miljoen mensen uiteindelijk op die intensive care terecht kunnen komen. De kans is helaas levensgroot dat die ook allemaal corona gaan krijgen. Die kans is heel erg groot. En de vraag die je moet stellen is: hoe voorkom je dat dat in een te korte periode gebeurt? Zodat alsnog de ziekenhuizen uiteindelijk zoveel coronazorg moeten leveren dat ze niet in staat zijn om andere zorg te leveren, waardoor andere zorg moet worden uitgesteld. Dat is wat hier eigenlijk in feite voor ligt. Vandaar dat we een debat hebben gehad vorige week. Of de week daarvoor dacht ik zelfs, dat was twee weken geleden, waarin we tot de conclusie zijn gekomen dat het verstandig is een Kamermeerderheid door de motie van Geert Wilders af te wijzen om het zo te doen. Daarmee kun je wel de 1,5 meter loslaten, maar hebben we nog wel een tijdje nodig dat die coronatoegangsbewijzen worden gevraagd op plekken waar dat noodzakelijk is. En ik denk dat dat verstandig is. Ik denk echt dat dat verstandig is. Dank u wel. Er zijn een aantal vervolgvragen. Het verzoek om ze kort en bondig te houden. Ja, mijn eerste vraag is, mevrouw de voorzitter, aan de premier, toen u dat artikel las, interview met mevrouw Keizer in de Telegraaf van zaterdag. Heeft u daar haar op een leugen kunnen betrappen in dat artikel? Zag u iets waarvan zag van, nou, hier spreekt ze de onwaarheid? De minister-president. Nee hoor, ze spreekt nergens de onwaarheid. Ze geeft haar visie op het beleid en op een manier die naar mijn oordeel niet draagvlak begrotend is, sterker nog ondermijnend is. Zeker ook gegeven het feit dat hij zaterdag stevig bediscussieerde, mede dankzij de heer Wilders, de stevig bediscussieerde maatregel van de invoering op deze brede schaal van het coronatoegangsbewijs zal ingaan. De heer Wilders. Ja, voorzitter, dat vind ik ook. Ik ben het met de minister-president eens. Mevrouw Keizer heeft niet gelogen, maar kunt u dan nog eens een keer aan Nederland uitleggen hoe het nou kan dat u degene bent die op 1 april hier in de Kamer, maar ook daarvoor over de heer Omtzigt en anderen leugens heeft verteld. U heeft Nederland en de Tweede Kamer voorgelogen. En u zit een half jaar na datum nog steeds op uw plek. En mevrouw Keizer, oud-staatssecretaris, die ook volgens u niet heeft gelogen, maar de waarheid heeft verteld, die wordt ontslagen. En dan snappen heel veel mensen thuis, met mij niet. Als je de waarheid spreekt, word je ontslagen. En als je liegt, blijf je zitten. Leg dat nog eens uit. Ik zeg niet dat zij de waarheid of de onwaarheid spreekt. Het probleem is dat Mona Keizer in dat interview in te stevige bewoordingen afstand neemt van het kabinetsbeleid. Daarmee de eenheid van het kabinetsbeleid schaadt. Dat is ook ondermijnend op een dag dat je deze moeilijke maatregelen moet invoeren, waarvoor
waarover ook heel veel maatschappelijke en politieke discussie was. De motie van de heer Wilders, voorzitter, is uiteindelijk met een, nou, niet een hele ruime meerderheid verworpen. Een vrij krappe meerderheid. Ik dacht 58 tegen 70, zeg ik uit mijn hoofd. Dat betekent dat er een meerderheid is voor de aanpak van het kabinet. Maar het is niet zo dat de hele samenleving op dat moment en ook deze Tweede Kamer, de hele Tweede Kamer stond te juichen bij deze maatregelen. Ik denk overigens dat er ook nog wel een verschil zat tussen een groep in de Kamer die zei, hou de anderhalve meter nog een tijdje. En een andere groep zei, je kunt er vanaf, maar je hebt daarvoor het coronatoegangsbewijs niet nodig. Dus het was wel een geschakeerde discussie. Maar niettemin, die motie van Geert Wilders heeft, hoewel verworpen, toch nog bijna 60 stemmen gehaald. En dat reflecteert denk ik ook de discussie hier en ook in de samenleving. En als je dan zo'n moeilijk besluit neemt om wel die anderhalve meter los te laten, maar wel ook die maatregel van het coronatoegangsbewijs om daarmee zaken enigszins een goede baan te leiden, dan vind ik het op zo'n dag niet kunnen om in zulke stevige bewoordingen van dat kabinetsbeleid afstand te nemen. Dank u wel. Dan wil ik de minister-president bedanken voor zijn komst en beantwoording van de mondelinge vraag van de heer Wilders.